Ja, we zijn weer de eerste, voor 20ste jaar op rij zijn we de eerste zorgverzekeraar die met de premie komt. Zorgverzekeraar DSW is wederom de eerste die de nieuwe zorgpremie voor het komende jaar bekend heeft gemaakt. De premie van de basisverzekering gaat met 9,5 euro omhoog. Dat betekent dat een flink aantal bij DSW verzekerde Schiedammers en Vlaardingers vanaf 1 januari 158,50 euro gaan betalen. Maar directeur Aad de Groot doet een dringende oproep. Binnen het zorgstelsel moeten er veranderingen worden doorgevoerd om de premie niet nog verder op te laten lopen. Dat is belangrijk aan de ene kant. Om niet zo die focus te hebben op de marktwerking, concurrentie, op premie. Maar ook aan de andere kant is het ook van belang, omdat we zien dat steeds meer mensen hun premie niet meer kunnen betalen. Het aantal mensen wat een premieachterstand heeft van meer dan een half jaar bij DSW, is het afgelopen jaar met 20% gegroeid. Nou, dat vinden wij een slechte ontwikkeling. Niet zozeer voor ons, maar wel voor die mensen, omdat ze uiteindelijk geen aanvullende verzekering kunnen krijgen. En omdat we ook zien dat die gezondheidsverschillen, zeker in steden als Vlaarding en Schiedam, heel groot zijn. Als je in een achterstandswijk geboren wordt, dan weet je dat je gemiddeld genomen 9 jaar korter leeft dan in een wat rijkere wijk. Nou, dat kan niet in Nederland, vind ik. Vorig jaar zei de Groot nog dat de maandelijkse zorgpremie binnen 5 jaar op 200 euro zou staan. Volgens hem is dat door de huidige prijsstijging een stuk dichterbij. Ja, dat komt dichterbij, omdat de minister natuurlijk ook besloten heeft om het eigen risico te halveren. Nou, dat is denk ik heel goed, want dat betekent dat mensen minder zorg gaan mijden. Dus dat is denk ik een hele goede ontwikkeling. Maar de manier waarop zij dat dan wil regelen, dan zegt ze, ja, dan moet er eigenlijk 20 tot 25 euro per maand extra toegevoegd worden aan de nominale premie. Aan de premie die mensen rechtstreeks aan de zorgverzekeraar betalen. En dat betekent dat we niet binnen 5 jaar op 200 euro zitten, maar binnen 3 jaar op 200 euro. Dus dan gaat het heel erg hard. En dan, ja, dan denken wij wel, dan komt de grens van wat we nog kunnen en willen betalen in Nederland aan zorg. Die komt wel heel dichtbij. Is gratis ook een optie? Nou, gratis bestaat niet. Hè. Gratis zorg bestaat. Zorg kost altijd geld. Maar je zou wel goed kunnen kijken naar hoe ga je die premieopbouw doen. Kijk, nu is de helft van de premie gaat via het inkomen en de andere helft gaat via de zorg, de premie die direct aan de zorgverzekeraar wordt betaald. Je zou dat, die balans natuurlijk anders kunnen brengen, want we hebben ook nog eens te maken met een zorgtoeslag die betaald wordt. Er wordt landelijk ongeveer 7 miljard aan zorgtoeslag betaald. Nou, dat systeem, daar zou je ook van kunnen zeggen, laten we dat anders inrichten. We kijken gewoon naar een veel kleinere premie die mensen direct aan de zorgverzekeraar moeten betalen. Dan kan die zorgverzekeraar nog wel concurreren op service en dienstverlening. En we gaan dat andere deel gaan we gewoon via de inkomensafhankelijke bijdrage regelen, via de belastingen regelen. Zodat iedereen op dat moment naar draagkracht die premie kan betalen. Kan je ook de zorgtoeslag afschaffen. Ja, ik hoor u het woord concurreren zeggen, maar het gaat om zorg. Iedereen heeft zorg nodig. Hoe relevant is dan het concurreren met elkaar nog? Nou ja, mensen hebben met de introductie van dit stelsel bedacht dat als je marktwerking loslaat op de zorg, dat je daarmee de kostenstijging zou kunnen dempen. Maar op dit moment is er bijna geen sprake meer van die marktwerking. Dus dan kun je hem beter maar helemaal loslaten dan dat je maar blijft proberen om die marktwerking terug te halen en te behouden in het systeem. Dus wij denken dat echt een heel stuk deel van die marktwerking plaats moet maken voor samenwerking. De oproep aan de minister nog tot slot? De belangrijkste oproep aan de minister is, laten we de slag van zorg naar gezondheid maken. Zorg ervoor dat je partijen in de gelegenheid stelt om samen te werken en stel per regio een budget beschikbaar dat partijen ook echt aan die gezondheidsverschillen kunnen werken en aan verbetering van die leefomgeving en de gezondheid van de inwoners kan werken.